Kate, ve a aclarar mi telefísica, Eka. Kate, ik praat uit je. Boy, maar blijf stil, nou, ik kijk toch Kate, naar TV. Kate, oh mijn bij, het komt straks. Wat is die hele ochtend gedaan? Wat zeg je, Kate? Jesus. Begin je kamer op te ruimen, lijkt op een varkensstal. Kan even naar TV kijken. Kate, je kamer lijkt op een varkensstal. Begin het op te ruimen, nu direct. Je durft, Kate. Boy, maar mijn kamer is toch van mij, ik slaap toch erin. Is van jou, is van jou? Ja, maar moet je niet naar kijken. Durf, Kate. Je geeft antwoord. Altijd kinderarbeid, altijd, mijn cadeau. Hoe bedoel je, Kate? Je kamer is een deel van dat huis die jouw vader en ik hebben gebouwd. Er zijn regels hier thuis en je hoort je eraan te houden. En het is mijn taak, Kate, om je te leren hoe het hoort. En je moet minder ongehoorzaam zijn en minder brutaal, hoor, Kate. Afgesproken, Kate. Man! Ik wil niet meer gehoorzaam zijn. Ik wil doen wat ik wil. Dan hoef ik niet meer hier te wonen. Herken je dit, jongens en meisjes? Het is rebelleren als je zo gedraagt. Wat bereik je ermee? Waarvoor is het nodig? Denk aan Tori.